Een roman over vergeten en herinneren, over oorlog en vrede, over leven en sterven, maar vooral over liefde hebben. Hallo, ik ben Sia en ik ga jullie meer vertellen over het boek Met huid en haar. We zullen direct beginnen. Terwijl dat de ouders van Joppe een weekje op vakantie zijn, moet Joppe voor zijn overgrootvader Tist zorgen. Joppe en zijn vrienden organiseren samen een actie voor de grote vredesdemonstratie. Tussendoor zorgt Joppe voor zijn overgrootvader, die erg ziek is. Joppe probeert ook het hart van Alia te veroveren, voordat zijn vriend Tobias haar inpikt. Dus de overgrootvader van Joppe heeft terug herinneringen van de Eerste Wereldoorlog toen hij klein was. De grote angsten komen dus ook terug. Tis vertelt heel wat verhalen aan Joppe, maar spijtig genoeg kan hij zijn verhalen niet afmaken. Joppe vraagt zich nu wel af, wat heeft hij tegen mij niet gezegd? Als jullie willen weten wat er gebeurd is met Tis, Alia en Joppe, ga het verhaal dan lezen. Met huid en haar. Nu ga ik meer vertellen over de auteur, het boek zelf en over wat ik zelf vind van het boek. De auteur van het boek is Marita de Sterk. Marita de Sterk is geboren in Antwerpen op 16 augustus 1955. Marita de Sterk bestudeerde perswetenschappen, antropologie en talen. Ze heeft nu ongeveer een 40-tal boeken gepubliceerd. De twee bekendste boeken van Marita zijn Kwaad bloed en Met huid en haar. Het boek bevat 232 pagina's en is bedoeld voor de tieners. Het boek heeft een dunne papierkaft. Ik heb dit boek gekozen omdat ik het kaft heel aantrekkelijk vond. Ik vond het boek wel heel verwarrend, want je ging heel de tijd van vroeger naar nu. Ik ben een persoon dat lezen echt niet leuk vindt. Maar voor een keer vond ik het boek echt wel leuk. Ik kon me echt inbeelden hoe de personages waren en ik was echt in hun vel. Tijdens dat ik het boek las, had ik geen één controle op mijn emoties. Er kwamen zo gewoon emoties uit. Ik was dus aanwezig bij alle emoties van dit boek. Ik raad het boek dus aan voor mensen die lezen niet leuk vinden en mensen die lezen wel leuk vinden.